In 2012 verraste Lexus vriend en vijand met deze LF-LC. Een ontwerpstudie voor een 2 plus 2 coupé die in de voetsporen van de LFA moest treden. Maar dan op een toegankelijkere en vooral op een betaalbaardere manier. Nu, iedereen was er totaal gek van. De pers, toeschouwers, zelfs de grote baas van Toyota. Dus wat hebben ze uiteindelijk gedaan? Er gewoon een kenteken op gehangen. Net zoals bij de Lexus LFH heeft de ontwikkeling van deze LC500, want zo heet het uiteindelijke productiemodel, voor een groot stuk plaatsgevonden in Europa, meer bepaald hier op de Nürburgring Nordschleife. Dat is ook de reden waarom we deze auto terug naar hier gebracht hebben, om te kijken wat er echt in zit, want dit is trouwens een hybride model van de LC500. Maar dat is toch niet de enige reden. En die reden is Hiromu Naruse. Naruse was de belangrijkste ontwikkelingspiloot die Toyota ooit gehad heeft. Hij begon in de jaren 60, ten tijde van de 2000 GT, dat was die fameuze supercar van Toyota, en heeft eigenlijk alle high-performance modellen ontwikkeld. Denk maar Toyota MR2, Celica, alle Supras, AE86, ze waren er allemaal en hij was er altijd bij. Het was ook hij die in de jaren 80 bij de derde generatie van de Supra besliste om naar Europa te komen, meer bepaald naar de Nürburgring. Want hij wist maar al te goed, als we die Duitsers willen concurreren, dan zullen we moeten ontwikkelen waar zij hun auto's ontwikkelen. En hij bracht meteen een heel speciale regel mee, een regel die hij zelf oplegde aan het bedrijf. Dat was, voor elke pk die een auto heeft die wij hier komen ontwikkelen op de Nürburgring, moeten we een rondje van die Nordschleife rijden. 300 pk. 300 rondes, of zoals in dit geval 360 rondes, om min of meer zeker te zijn dat het chassis naar wens was. Een andere verdienste van Naruse, dat is het Gazoo Racing Team. Vandaag natuurlijk de koepel waaronder alle race- en rallyactiviteiten georganiseerd worden. Maar in de tijd was het vooral een ontwikkelingsprogramma voor mensen en materieel. Mensen, dat waren jonge ontwikkelingsingenieurs die van Japan kwamen, van Toyota en Lexus, en die hier eigenlijk opgeleid werden door Naruse in een raceomgeving. En tegelijkertijd de echte performance producten van het merk, die werden ingezet in lange afstandsraces om zo de ultieme uithoudingsproef te creëren. Als een auto zoveel leuke details heeft als deze LC500, dan moeten we gewoon een walkaround doen. In dit geval, onderdeel van het Sport Plus pakket, heeft hij een actieve achterspoiler. Heel speciale ledlichten, net zoals vooraan. Bijzondere vorm, heel fijn en heel dun. Uitgewerkt staat op 21 duim lichtgewicht wielen. Ook het dak is in dit geval in carbon uitgevoerd, om het zwaartepunt naar beneden te halen. We lopen nog heel snel naar voren, de kenmerkende grill zit daar. En wederom die heel speciale lenzen in de lichten met LED-techniek. Ik klik hem even open. Voilà. De klinkers komen eruit. En dan zie je dat die carbonafwerking ook hier doorgetrokken wordt. Prachtig gelaagd Alcantara in de deuren. Die deurklinken natuurlijk uit een massief stuk gegoten. Stappen even in. De partij komt natuurlijk bekend voor van de sportievere Lexus. En dan dat stuur. Daar heeft blijkbaar een Takumi-meester met jaren ervaring zich ook heel lang mee bezig gehouden om de perfecte vorm, de perfecte pasvorm voor de handen te creëren. Vooral als het hard gaat en de G-krachten oplopen. En dan de stuurpedals. Niet uit plastic, ook niks anders, maar uit magnesium. Verder een heel mooi afgewerkte boordplank. Dubbele handgreep voor de passagier. Want dat kan hij wel eens gebruiken,
ook in deze variatie, maar zeker bij de atmosferische V8. Een analoog klokje is een mooie toets, speciale stoelen waar ook maanden aan gewerkt is, specifiek voor deze auto. En daarvan zijn zelfs de plastic onderkanten in leer afgewerkt om maar geen enkel stukje open, bloot plastic open te laten. Meesterwerkje. Having logged more hours at Nürburgring than any other Japanese driver, to some, he was Nürmeister, the one and only master. Others saw him as a chef, carefully applying seasoning to every vehicle he touched. Some say he brought dream cars to life. He came to the company in 1963, so skilled at math, they nearly put him in accounting. But his real gift lay in his hands, in his heart, and he knew it. The flavor of a car is created on the track, he'd say, and that's exactly where he refined his craft. Topping speeds of 300 kilometers per hour at Spa-Francorchamps and Fuji Speedway, he loved racing so much he'd continue on his days off. Over 47 years, he inspired almost every iconic racing vehicle developed by Toyota. His role in the company's heritage as a sports car manufacturer is indisputable. True to his passion, Hiromu Naruse was a man who pursued life wholeheartedly. And we thank him for allowing us to be part of his pursuit. Maar de belangrijkste prestatie van Naruse-san, dat blijft toch de Lexus LFA. De supercar die de Duitsers in hun eigen achtertuin kwam tonen hoe het echt moest. En toch was Naruse nog niet helemaal tevreden en dat typeerde hem ook. Hij ging altijd nog een stapje verder, hij wou net iets meer. Hij vroeg ook heel veel van zijn collega's en van zichzelf om altijd het onderste uit de kant te halen. En zo vroeg en verkreeg hij van Akio Toyoda, de grote baas, dat hij nog eens een oplage van 50 specials mocht maken van die LFA. Dat was het Nürburgring Package, heel bijzondere uitvoering. En het was tijdens de ontwikkeling, zelfs tijdens de laatste week ontwikkeling van die wagen, dat Naruse op de openbare weg hier tussen de ring en de geheime workshop van Toyota een ongeval kreeg. Hij belandde op een of andere manier aan de verkeerde kant van de weg, botste frontaal op een andere testauto en liet hier onmiddellijk ter plaatse het leven. En dus doen wij vandaag bij dit gedenkteken met een Duitse kersenboom aan de ene kant, Japanse kersenboom aan de andere kant, exact wat al zijn fans en bewonderaars doen. Er is een flesje van zijn favoriete water achterlaten bij dit mooie gedenkteken.